Hey allemaal, ik ben Hanna en ik ga jullie vandaag leren hoe je dit heel leuk fotokadertje kan maken van een CD-hoesje. CD-doosje. Wat heb je daarvoor nodig? Uw schaar, uw doosje, uw foto, een A4-blad en ook nog. Ik kan niet op de naam komen. Een lat. Dus wat gaat er eerst gebeuren? Je meet je lengte van dit hier, van dit hele oppervlak. En dan dit hier, dat is nu een beetje te groot. Zie je? Het is een beetje te groot. Dus. Ik heb dat op voorhand al op maat geknipt en versierd al, maar om. Zie je? Op maat geknipt. En ondertussen knip je op grootte van je foto. Knip je op grootte van je foto. Een gat. Een rechthoek, zoals je hier al kan zien. Zie je? En dan heb je hier ook een plastiekje, dat steek je daar tussen in de juiste richting. Waar dat het gat is, daar mag je, allee, deze kant waar dat niet geknipt is, dat moet, waar dat de dingen van de CD moeten komen. Dus, zo, ik ga dat even doen. Ik kan het nu even niet zien. Wacht, hè. Zo. Wel moeilijk. Veel prutswerk, als ik dat zo mag noemen. Zo. Dan steek ik je foto daartussen. Zo. En liefst niet zo, hè. Dat het erover is. Het moet er echt achter. Zo. Het is wel moeilijk, maar dat is niks. Zo. En dat steek je daar dan tussen. Het is precies wel heel moeilijk. Sorry. Het blijft gewoon een beetje steken. Zo. Dan nog juist een beetje goed zetten. Hier. Zo. En zo. Zo heb jij dit prachtig fotokadertje. Je kan er van allerlei foto's op zetten. Je kan het versieren met kribbel, krabbel, ik weet niet wat nog allemaal. Maar bon. Als je dit een handige tip vond om geen kadertjes te kopen, like dan. Duimpje omhoog, misschien twee. Laat dit zien aan iedereen, vertel dit voort. En ja. Ik probeer nu ook nog andere video's te maken, dus ja. Je kan me altijd opzoeken op YouTube of zo. Ik heb ook Facebook, dus ja. Geen vrienden genoeg. Maar. Dus ja. In plaats van kadertjes te kopen, ik gebruik dit. Allee. Dag!